Hoi allemaal, welkom weer bij een nieuwe video. Vandaag heb ik voor jullie een make-up look. En deze heb ik gecreëerd met de palette van Carly Bible in samenwerking met BH Cosmetics. En zo ziet het eruit. Dus ben je er benieuwd naar? Blijf dan vooral kijken. Zoals jullie kunnen zien heb ik dus mijn wenkbrauwen al gedaan. En ik ga beginnen met mijn gezicht. Als eerst begin ik met een concealer. En dat is van X1. Deze hebben jullie ook gezien in een shoplog. En hebben jullie de shoplog nog niet gezien? Kijk die dan even. Hij is wel iets te licht, zeg maar. Maar hij geeft wel die cover. Dus dat is wel fijn. En aan de zijkant van mijn neus. Kroontje van mijn lip. En een beetje zo. Dan pak ik een beauty blender van Real Techniques. Met de Urban Decay Setting Spray. En die spray ik dan een beetje. Zo, dat gedaan. En dan ga ik vandaag voor een foundation. Normaal gebruik ik een BB cream. En die ligt wel hier. Dat is die van Bobbi Brown. Medium to dark is mijn kleur. Maar vandaag ga ik dus voor een foundation van Too Faced Born This Way. En je hebt echt maar een heel klein beetje nodig. Dus je hoeft niet helemaal hem te gaan. Ik doe hem gewoon heel klein. Kijk, een paar stipjes. Een beetje op de voorhoofd. Zo. En dan pak ik weer de Beauty Blender voor Real Techniques en tap ik het uit. Zo, ook dat is weer klaar. En dan ga ik beginnen met mijn ogen. Nou, een tijdje terug heb ik deze besteld. Dit is van Carly Bible. Samen met BH Cosmetics heeft zij dus een eigen eyeshadow slash highlighter palette ontworpen. Zo. Ik weet niet wat ik vandaag heb, maar ik kom echt niet aan het worden. Maar goed, ik zal het jullie even laten zien. Zoals jullie kunnen zien heb ik hem al gebruikt. Zo ziet het eruit. Deze vier zijn highlighters. Zoals je kunt zien. Damn. Damn, son. En deze zijn allemaal eyeshadows. Dus ik ga ze even... Ik ga er gewoon wat van maken. Jezus. Dus ik ga er wat van maken. Ik gebruik een Morphe brush voor de arcadeboog. De M502. En dan gebruik ik dit lichte kleurtje. Ga ik gewoon over in mijn kaarten boven, wil ik. Ik was echt over. Ja, toch. Zo, een lichte kleurtje zit erop. Ik heb trouwens hier naast de spiegel staan, want anders af en toe doe ik een beetje zo. Dus dan weet je dat ik niet dat ik geen last heb van mijn nek, maar dat ik gewoon in de spiegel kijk. Dat is dat. Ik ga nu verder met een... Oh, mijn brush liggen hier, maar... Met een grote large shader brush A07, deze van Boozy Brush. En dan ga ik voor de kleur, voor een beetje een donkere kleurtje. Als je witte nagelen op hebt, is het echt lelijk. Alles zit er gewoon op, maar goed, maakt niet uit. Voor dit kleurtje ga ik dus. Een beetje dat donkere. Achtige kleur. En die breng ik aan op mijn hele ooglid. En hij is echt heel erg shiny. Zo, dat is dat. En dan ga ik met de... Ik had hier nog een brush. Oh, mijn brush is verdwijnen. Seriously. Nou, ik
weet niet waar mijn andere brush is, maar die is nergens te vinden. Ik ga weer met de Morphe brush M502. Ga ik dit donkere kleurtje gebruiken voor ook een beetje in de arcadeboog en in de hoek van de oog. En dan moet ik wel even heel subtiel doen. En dat is Jeffrey die jullie horen. En dan blend ik het gewoon een beetje uit, zeg maar. Dat was het. Simpel als wat. Een kind kan de was doen. Ik ben nog niet helemaal klaar hoor. Ik ga dus nu met de concealer van Urban Decay Naked. Die ga ik nog even onder mijn oog aanbrengen. Gewoon een beetje ruw. Oh, als je te veel. Een beetje zo. En dan dep ik het. Zo, dat is dat. En dan ga ik beginnen met mijn eyeliner. En zoals jullie weten gebruik ik dus twee eyeliners. Eentje, oh, deze trouwens ook van Catrice, allebei. En dit is een eyeliner pen. En dit is gewoon een liquid liner. En dit is de 010 Dating Joe Black. En dit is de 010 Black. En dan ga ik dus het lijntje maken. Oh, dat ga ik niet doen. Ik had het even zo gemaakt. Dan hebben we die spiegel een beetje skeuven. Ja, dit is wel handig geweest. Dus ik moet geschroeven. Zo, ik maak het eerste lijntje met de pen. En waarom doe ik het wel met de pen en niet met de liquid liner? Omdat als ik uitschiet of zo, dan ja, is het een beetje moeilijk om dat weer te herstellen. Dat het natuurlijk een liquid liner is. En dan is heel mijn oog straks. Nou, de eyeliner zit erop. Het was wel even struggelen. Het is wat dikker geworden dan ik had verwacht en had gedacht. Ik dacht eigenlijk, het wordt een dun lijntje. Maar daarna is het nu bijna een half oog. Maakt niet uit. Die dingen gebeuren. Ook mooi. Vandaag ga ik voor een beetje normale lashes. Normaal gebruik ik die van Flutter Lashes. En die zijn wel heel erg aanwezig, om maar zo te zeggen. Maar ik vind ze wel heel erg mooi. Maar ik ga het even een beetje rustig aan doen vandaag. En ik gebruik de Cara Eyelash Beauty. Cara Beauty. Cara Eyelashes, ik weet niet wel. Lees gewoon wat er staat. Dat is nummer 217. En die ga ik dus opplakken. Mijn House of Lash Slime is op. Dus ik moet een nieuwe kopen. En ik doe het vandaag met de Duo. Duo Lime. Vai meu mundo mais leve, ai ai, ai ai, iri, quem? E vai meu mundo mais leve, ai ai, pepe a wana e na gugarícia, nem mais. Mami, e vai meu mais leve, a onda cuboque, ai comparte cuboque. Maar ik moet het even met rust laten, even niet meer aan zitten, want anders dan gaat het eraf. Goed, laten we verder gaan, want we zijn nog niet klaar. Nog lang niet. Oké, ik ga vandaag Sweet as Cacao blush gebruiken. En deze blush heeft een beetje shimmer, zoals je kunt zien. En heb ik deze blush gebruikt? Is het blush brush? Ik gebruik de Real Techniques blush brush. En het is gewoon een beetje bruin eigenlijk. En nu ga ik dus de highlighter gebruiken.
van Carly Bijbel. En ik zal even kijken wat voor highlighter we gaan doen. Laat me mijn highlighter brush pakken. You are here. Ik denk dat ik ga voor een beetje een warm. Ik weet niet of ik het aandurf. Het is een beetje een bruine highlighter. Ik zal hem laten zien. En nu lijkt het echt gewoon, het is gewoon één streep zo, maar dat corrigeer ik strakjes. Voor een beetje gouden-achtige look. Ook een beetje goud. Ga ik voor de Kylie Jenner Dolce K Liquid Lipstick. Even een heel klein beetje met de highlighter onder mijn wimpernagel. Hopje. Zo. Dat is dat. Last but not least. De Urban Decay Setting Spray. Waar heb ik alles? Ja, oké. Okay. Okay. Au. Dat was het, jongens. Het is me gelukt. Man, wat een gezeik. Maar zie je dat je dan een hele simpele, ik heb gewoon drie kleurtjes gebruikt. Ja, ik heb drie kleurtjes, ik zit even nadenken, what the fuck. Ik heb dus gewoon drie kleurtjes gebruikt, gewoon heel simpel, heel makkelijk, heel snel. Oké, dit filmpje duurt wel heel erg lang, want ik zie hier gewoon 33 minuten staan. Maar ik geef dus door nog een beetje, weet wel, een beetje praten en dan gewoon niks zeggen de hele tijd. Dus dat knip ik er allemaal uit. Gewoon even voor jullie lekker makkelijk, zo van stap, 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 dit. En dit zijn de kleurtjes die ik heb gebruikt. Ik wil dus net de video gaan editen en ik zie ineens dat het afsluitstukje gewoon verdwenen is. Like, naar een andere dimensie toe of zo. Maar goed, bij deze wil ik dus de video afsluiten. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Abonneer op ons kanaal als je het nog niet hebt gedaan. En dan zie ik jullie de volgende keer weer.